Ram, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 31. En dat is van maandag 29 juli tot en met zondag 4 augustus. En de kaart is goed om te kijken wat deze week voor de Ram gaat brengen. Dan lijkt het er allemaal alsof deze week een week is waarin je lekker wil genieten, waarin je vrolijk wil zijn, onbezonnen wil zijn. En het kan dan ook daadwerkelijk dat je je ergens helemaal instort zonder goed na te denken over wat misschien wel de resultaten zullen zijn of wat de gevolgen zullen zijn. Toch heb ik het idee dat dat op zich wel heel erg goed uit gaat pakken, want het lijkt gewoon alsof je veel plezier hebt om het gewoon te doen, om je hart te volgen. En ik heb het idee dat ervoor zorgt dat je ergens heel veel interesse in toont. Dat je iets gaat doen waar je echt zelf heel erg blij van gaat worden. En wellicht heeft het helemaal voor de rest geen betekenis. Maar het is een stukje waar je op dat moment in ieder geval heel veel lol en plezier uithaalt. Dus het is echt een stukje genieten en ontspannen, zou ik bijna zeggen. Maar aan het einde van de week lijkt het je toch wel iets te gaan brengen. En ik heb het idee dat het misschien wel een stukje ontwikkeling is. Waar je misschien voor de grap mee begonnen bent. Maar wat je zoveel lol geeft dat je echt mogelijkheden wil onderzoeken. Of dat je daar misschien wel iets mee kan gaan doen. Dus dan weer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.